Goedemiddag allemaal. Het beeld is dat de politie verantwoordelijk is voor de aanpak van alle criminaliteit. Dat is niet terecht, dames en heren. In mijn reden zal ik u uitleggen waarom iedereen een verantwoordelijkheid heeft voor een veilige samenleving. Niet alleen de politie. Meer blauw op straat is ook niet de oplossing in de aanpak van criminaliteit. Ik geef u een voorbeeld waaruit blijkt dat een gezamenlijke aanpak is die het effect sorteert. Eind maart ben ik met een aantal collega's aanwezig bij een bijeenkomst van snelle kennismobilisatie. Een bijeenkomst waarin op verzoek van de politiepraktijk rond een actueel vraagstuk op korte termijn relevante kennis wordt uitgewisseld. Aanleiding van deze bijeenkomst is een reeks brandstichtingen in monumentale boerderijen. Die hebben plaatsgevonden in een landelijk gebied. Een gebied met tal van smalle, kleine, 's nachts onverlichte weggetjes. Er is tot dan toe geen slachtoffer gevallen. Een wonder, want bij 9 van de 12 branden zijn mensen aanwezig in de boerderij. De brandstichtingen leiden tot grote onrust. Sommige mensen slapen zelfs uit voorzorg in de woonkamer, om zo snel mogelijk uit de boerderij te kunnen. Het is wachten tot er een dode valt, aldus een van de betrokken rechercheurs. Wat doet de politie in dergelijke situaties? Ik hoor u al denken. Actiegericht en verantwoordelijk als ze zijn, gaan politiemensen aan de slag. Er worden in eerste instantie 1 en later zelfs 2 rechercheteams gevormd. 1 team om de dader op te sporen, wat in dergelijke zaken zeer complex is, omdat brand vaak alle sporen vernietigt. Naast dit reactieve team wordt een 2e rechercheteam ingericht om proactief aan de slag te gaan. Het krijgt de opdracht om te voorspellen waar een volgende brand zou kunnen plaatsvinden. Met dat proactieve team denken wij mee. U kunt zich voorstellen dat de druk op de recherche in dergelijke situaties groot is. Zowel het openbaar bestuur, het openbaar ministerie, als de burgers verwachten dat de politie de situatie snel onder controle krijgt en de dader oppakt. Maar is die verwachting wel terecht? Is de politie in deze situatie wel de voornaamste probleemeigenaar? Zijn andere strategieën niet beter passend? En welke taak ligt hier voor andere instanties? Deze vragen staan centraal in mijn reden. Ik wil u vragen daarbij de casus in uw achterhoofd te houden. Aan het eind van mijn betoog kom ik hierop terug. De titel van mijn reden is Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Een ontwikkeling die een ware paradigmaverschuiving behelst. Van oud denken binnen de opsporing, waarin het gaat om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, naar een nieuw denken in termen van criminaliteitsbeheersing, waarin samenwerking, wetgeving en positionering centraal staan. Criminaliteitsbeheersing is een veelkoppig begrip en dat vraagt om een fundamenteel andere denkwijze. Het gaat namelijk niet meer alleen over opsporen. Het gaat over alle hoofdprocessen binnen de politie. Het gaat niet meer alleen om strafrecht, maar er moet breder gekeken worden. Dus ook naar het fiscaal en bestuursrecht. Het gaat niet meer alleen over politie en justitie in de aanpak van criminaliteit, maar ook over de verantwoordelijkheid van andere partners. Het gaat niet meer alleen om reactief werken, maar juist om het voorkomen van criminaliteit. Burgers wachten daarbij niet meer passief af tot de politie problemen op komt lossen. Nee, ze werken actief samen met de politie. De centrale vraag is hoe criminaliteit tot aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht en welke gemeenschappelijke krachtsinspanningen daarvoor nodig zijn. In mijn reden ga ik eerst kort in op ontwikkelingen binnen de opsporing, die Stoffel ook al kort benoemd heeft. En vervolgens schets ik 5 strategische implicaties om van opsporing naar criminaliteitsbeheersing te komen. Dan kom ik terug op de zojuist geschetste casus en sluit ik af met het onderzoeksprogramma van het lectoraat. Ontwikkelingen in de opsporing. 3 belangrijke knelpunten. De opsporing staat onder druk. De politie lost te weinig misdrijven op en het opsporingsbeleid moet effectiever. Grofweg zijn er 3 knelpunten te benoemen binnen de opsporing. Ik zal deze kort met u bespreken. De doorgeschoten bureaucratisering. Als reactie op eerdere problemen in de opsporing, en ik bedoel dan specifiek de IRT-affaire en de Schiedammer Parkmoord,
is sterk ingezet op eenduidig en routinematig werken. Protocollen en standaardisering hebben hierbij een hoofdrol. Belangrijk en goed, maar deze ontwikkeling is doorgeschoten. Om u een voorbeeld te noemen. Uit een onderzoek dat wij uitvoerden in het kader van administratieve lastdruk binnen de opsporing blijkt dat het opvragen van een camerabeeld een rechercheur gemiddeld 4 uur kost. Als het daarentegen een aangelegenheid van openbare orde betreft, is 1 telefoontje genoeg om het beeld in bezit te krijgen. Er is een toenemende spanning ontstaan tussen enerzijds een sterk toegenomen protocolering en certificering en anderzijds de wens om meer en sneller resultaat te leveren. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is er momenteel volop aandacht voor het terugdringen van de administratieve lastendruk bij de politie. De inzet is een drukvermindering van maar liefst 25%. Toch is het ook belangrijk te beseffen dat politiewerk en bureaucratie bij elkaar horen. Want naast overbodige administratieve lasten zijn er namelijk ook de noodzakelijke administratieve lasten. Maar dat het nu is doorgeschoten is een feit. Het tweede knelpunt, de gebrekkige effectiviteit. Het werd al even genoemd bij de eerdere sprekers. Het gemiddelde ophelderingspercentage wordt in Nederland gerapporteerd op 24,3%. Van de naar schatting 8,2 miljoen delicten wordt een kleine 1,2 miljoen delicten door de politie geregistreerd. In de volgende sheet een grafiek met een overzicht van het gemiddelde aantal misdrijven, aangifte en opgeloste zaken per uur. Van de gemiddeld 936 geregistreerde misdrijven per uur wordt er van 135 aangifte gedaan. Van deze 135 worden er 33 opgelost. Vervolgens is dit uitgesplitst naar het aantal zaken dat respectievelijk op hete daad en achteraf is opgelost. Uit onderzoek is bekend dat 80-85% van alle aanhoudingen op hete daad wordt verricht. Dat betekent dat van de 33 opgeloste zaken er 28 op basis van hete daad en 5 op basis van opsporing achteraf worden opgelost. Zo'n eenvoudige rekensom maakt duidelijk waarom een tekortschietende effectiviteit van de opsporing wordt gesproken. Natuurlijk is er van alles in te brengen tegen deze rekenerij, maar aan het beeld van ineffectiviteit verandert het niets wezenlijks. Andere zaken die bijdragen aan de gebrekkige effectiviteit van de opsporing zijn de lage pakkans bij bepaalde soorten delicten, als woninginbraken en fraude, het grote aantal plankzaken en het feit dat te veel criminele organisaties hun gang kunnen gaan. De toename van de complexiteit. Technologie beïnvloedt de maatschappij diepgaand en zal dat in de nabije toekomst ook zeker blijven doen. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie verandert ook het gedrag van mensen. Wat technologie namelijk mogelijk maakt, is de ontgrenzing, een fundamentele loskoppeling van plaats en tijd. Dit versterkt de mogelijkheid voor mensen om te netwerken of netwerken te vormen met mensen die zij niet persoonlijk kennen. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van criminaliteit. Denk aan virtuele netwerken van kinderporno, mensenhandel, phishing en digitale fraude. Daar komt bij dat een dader zijn slachtoffer niet meer alleen in de fysieke wereld hoeft te beroven. Nee, hij kan vanaf de andere kant van de wereld de virtuele bankrekening van de nietsvermoedende burgers leeghalen. Cybercrime is niet locatie- en niet tijdsgebonden. Ook de snelheid waarmee informatie beschikbaar komt is enorm toegenomen. Wat betekent dit voor het werk van de politie? Ik noem u een voorbeeld. Voorheen was een plaats delict, PD, locatiegebonden. De politie had de tijd om op een PD informatie te verzamelen, sporen veilig te stellen en getuigen te horen. Dat is totaal veranderd door de komst van de sociale media. Wanneer de politie nu ter plaatse komt, zijn foto's en ooggetuigenverslagen van het PD inmiddels breed gedeeld op het internet. Nu nog de Web 2.0 omgeving, zometeen de Web 3.0 omgeving, waarbij iedereen middels cloud computing in het web zit. Dit betekent dat het politiewerk op een PD een totaal ander karakter krijgt. En hoewel sommigen dit bedreigend vinden, liggen hier juist ook kansen om op een andere manier informatie te verzamelen. Technologie levert in toenemende mate een bijdrage aan de opsporing. Kijk maar eens naar het forensische onderzoek.
Mede om een antwoord te vinden op de genoemde knelpunten is de door Stoffel Heijsman genoemde strategie aanpak criminaliteit 2015 ontwikkeld. Niet de strategie opsporing, maar de strategie aanpak criminaliteit. Dat maakt duidelijk dat de inzet veel breder is. Een strategie die is gericht op een effectieve aanpak van criminaliteit, waarbij politie, partners en bevoegd gezag gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben. Een belangrijk uitgangspunt is de mate van impact die de criminelen op slachtoffers en samenleving hebben. Op basis daarvan is een onderscheid gemaakt tussen de veel voorkomende criminaliteit, dus mishandeling en diefstal van of uit een voertuig, de criminaliteit met een hoge impact, de high impact crime genaamd, denk aan huiselijk geweld, woninginbraken en moord, en criminaliteit die de samenleving structureel ondermijnt, zoals mensenhandel, fraude en cybercrime. Deze criminaliteitssoorten kunnen door de politie en haar partners incidentgericht, probleemgericht of programmatisch worden aangepakt. Tot zover een schets van ontwikkelingen binnen de opsporing. Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. 5 strategische implicaties. Ik wil met u 5 strategische implicaties bespreken die de verschuiving van opsporing naar criminaliteitsbeheersing met zich meebrengt. Aandacht voor deze implicaties is mijns inziens cruciaal en vergroot de kans tot een succesvolle realisatie van de zojuist besproken strategie aanpak criminaliteit. Het lectoraat zal deze veranderingen nauwgezet en kritisch volgen en waar mogelijk ondersteunen met kennis. De 5 strategische implicaties hebben betrekking op de interne, de externe samenwerking en het effect ervan. Strategische implicatie 1. Binnen de politie. Met als kern, de verzuiling van processen is niet langer houdbaar. Om de effectiviteit te verhogen is een intensieve samenwerking nodig. Tussen de intake, noodhulp, handhaving en opsporing. De mensen van de politie in de zaal weten dat dit niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, tot nu toe worden de 4 hoofdprocessen in de praktijk vaak als gescheiden processen gezien. En wordt slechts in beperkte mate samengewerkt. Nieuwe inzichten onderschrijven dat dit niet langer functioneel is. Ter illustratie. Wanneer vanuit het proces handhaving het aantal aanhoudingen op heterdaad stijgt, hoeft er minder te worden opgespoord en blijft dus meer capaciteit over voor de echte opsporingszaken. Eigenlijk wordt bij de intake al bepaald hoe succesvol de opsporing uiteindelijk zal en kan zijn. De output van het ene proces is immers de input van het andere. Vanuit dit perspectief bezien is de eerste verslaglegging van gegevens bij de intake de start van het opsporingsproces. Onderzoek toont aan dat door het investeren in de kwaliteit van de intakefunctie de efficiëntie en de slagkracht van de politieorganisatie vergroot. Het verminderen van de processcheiding tussen de opsporing en de andere hoofdprocessen heeft dan ook de komende jaren de aandacht van het lectoraat. Strategische implicatie 2. Tussen politie en OM. Met als kern directe afhandeling en een betere afstemming. De directe aanpak en afhandeling zijn een antwoord op de roep uit de maatschappij om een snelle en herkenbare aanpak van politie en justitie. Door de directe afhandeling kan het OM veel voorkomende zaken met aangehouden verdachten in samenwerking met ketenpartners eenvoudig afhandelen. ZSM genaamd. Het kwam al even voorbij. De ZSM staat hierbij voor zo spoedig, slim, simpel en samen mogelijk. Samenwerking tussen politie en OM is een gegeven. Deze verloopt nog niet geheel vlekkeloos, toont een recent verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer. Ook in andere onderzoeken blijkt dat de onderlinge afstemming en samenwerking soms als lastig wordt ervaren. Op zaaksniveau betreft de kritiek op het OM onder meer de vele wisselingen en de slechte bereikbaarheid van de officieren van justitie. Andersom wordt de recherche verweten te veel op eigen kompas te varen, zonder overleg te voeren met het OM. Uitzondering hierop is overigens de criminele inlichtingeneenheid, want die laten zich heel positief uit over de onderlinge samenwerking. Tot nu toe is er maar beperkte aandacht voor het gezamenlijk verbeteren van de samenwerking tussen politie en OM,
Opvallend is dat als er onderzoeken worden uitgevoerd, ze veelal bij de politie en in mindere mate bij het OM worden verricht. Om de onderlinge afstemming tussen politie en OM te verbeteren, ligt hier dan ook een mooie kans voor onderzoek vanuit het lectoraat. Strategische implicatie 3. Tussen politie, OM en partners. Met als kern naar een betere afstemming. Idealiter wordt de aanpak van criminaliteit door de politie en haar partners op de lange termijn steeds minder incidentgericht en steeds meer probleem- en thematisch gericht. We willen immers steeds de meest effectieve aanpak van het criminaliteitsprobleem op lange termijn. Ik wil u per criminaliteitssoort een succesvoorbeeld noemen. Waarbij veiligheidsproblemen gezamenlijk worden aangepakt door politie, OM en partners. In de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit is de samenwerking met veiligheidshuizen om jeugdcriminaliteit aan te pakken een mooi initiatief. In het kader van criminaliteit met een hoge impact is er de top 600 ontwikkeld. Hierbij hebben gemeente, politie en justitie een aanpak ontwikkeld die een eind maakt aan de criminele activiteiten van de 600 ergste veelplegers uit Amsterdam. En in de aanpak van ondermijning zijn er diverse initiatieven gericht op het tegenhouden van criminaliteit. Waarbij het steeds gaat om een integrale aanpak van diverse partijen. De toepassing van het zogenaamde barrière-model in de aanpak van mensenhandel is hier een mooi voorbeeld van. Hierbij worden barrières in kaart gebracht die overheid en ketenpartners kunnen opwerpen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van legale structuren. Ook de taskforce B5 in Brabant is een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Behalve de samenwerking met min of meer natuurlijke samenwerkingspartners liggen er ook nog volop kansen, het werd al even eerder gezegd door de eerdere sprekers, in de publieke en private samenwerking. In de veiligheidszorg staat dit sinds medio jaren 80 al op de politieke agenda. In een veiligheidsnota van kabinet Balkenende uit 2002 alweer staat, ik citeer, er is dan ook niet alleen verhoogde inspanning nodig van de overheid, maar ook van burgers, bedrijfsleven en bedrijfsleven, die op hun bijdrage zullen worden aangesproken. Einde citaat. Het besef is er wel, maar in de praktijk is het toch nog steeds lastig. Met trots wil ik u dan ook vertellen dat we vanuit het lectoraat bij een mooi project zijn betrokken, waarbij politie, banken en wetenschap met elkaar samenwerken. Het betreft het kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer, dat april dit jaar van start is gegaan. Strategische implicatie 4. Tussen politie, OM, partners en burgers. Met als kern naar co-creatie. De politie is voor de opsporing van daders van misdrijven altijd afhankelijk geweest van burgers. Zonder burgers als getuige, slachtoffer of aangever is geen opsporing mogelijk. En dat is ook eigenlijk nooit anders geweest. Burgerparticipatie bij het politiewerk is van alle tijden. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat burgers de belangrijkste succesfactor zijn voor effectief en efficiënt opsporen. De kwaliteit en kwantiteit van informatie die burgers direct na een misdaad met de politie delen, bepaalt in belangrijke mate of de misdaad al dan niet wordt opgelost. Zonder burgerinformatie is de kans dat misdaden worden opgelost aanzienlijk kleiner. De informatie van burger is waardevol en kan, of eigenlijk moet, beter worden benut. Om burgers creatief mee te laten denken, moet de politie verder investeren in de relatie met de burgers. Hierdoor zal de bereidheid van burgers om informatie te delen met de politie naar verwachting verder toenemen. Gezien het belang dat burgers aan veiligheid hechten, is dat een reële veronderstelling. De hernieuwde aandacht voor de rol van burgers bij de aanpak van criminaliteit biedt kansen. Echter, het contact van de politie is traditioneel informerend en zendend van aard. Dus eenrichtingsverkeer. Dat is anno 2012 achterhaald. De politie, CQ-overheid, moet een manier vinden om in dialoog te treden met de burgers. Het idee is dat politie informatie aan burgers geeft om vervolgens nuttige informatie van burgers terug te ontvangen. Dit betekent geen één, maar tweerichtingsverkeer. Het Centrum Versterking Opsporing en het lectoraat gaan in dat kader een interessante pilot uitvoeren.
Deze pilot mogen burgers via het internet meedenken in een zogenaamde hot case, een echte actuele opsporingszaak. Dit betekent dat de politie de nodige informatie met burgers moet delen om hen zo optimaal mogelijk mee te kunnen laten denken in de zaak. Ik denk dat het betrekken van burgers bij de opsporing een positief effect heeft op de alertheid, maar ook op het vertrouwen van burgers. Het biedt een goede basis voor verdergaande co-creatie met burgers om gezamenlijk structurele veiligheidsproblemen aan te pakken. Zou u hier aan mee willen werken? Ik noemde het al even, het begrip co-creatie. Co-creatie betekent het gezamenlijk werken aan een oplossing die voor beide partijen waarde creëert. Het is als het ware een nieuwe vorm van burgerparticipatie waarbij politie en burgers een gezamenlijke probleemdefinitie formuleren om vervolgens gezamenlijk aan de oplossing te gaan werken. Hierachter zit het idee dat burgers de veiligheid krijgen die zij verdienen en waaraan zij zelf hebben meegewerkt. Co-creatie kenmerkt zich door een verregaande vorm van samenwerking waarbij burgers ook steeds meer invloed krijgen op de aanpak van onveiligheid en criminaliteit. Zoals al eerder uit mijn verhaal bleek, biedt co-creatie met burgers, maar ook co-creatie met andere partners zoals gemeente, onderwijs, banken en bedrijven, een mooie kans om veiligheidsproblemen effectief en efficiënt aan te pakken. De politie is hier, net als alle andere partijen, één van de partijen die aan tafel zit. Het lectoraat volgt initiatieven rondom burgerparticipatie intensief. Krachten bundelen, kennis borgen en ontwikkelen leveren in deze fase ondersteuning om de daadwerkelijke waarde van burgers inzichtelijk te maken. Strategische implicatie 5. Effecten van het werk en de professional. Zijn de eerste vier implicaties vooral van relationele aard? De laatste heeft betrekking op de inhoud van het werk. De nieuwe strategie heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop effecten van opsporingswerk worden benoemd, maar ook voor de wijze waarop naar de professionaliteit van het werk wordt gekeken. Het is volstrekt legitiem om de vraag te stellen hoe inspanningen zich tot resultaat verhouden. Maar dan dient wel duidelijk te zijn wat we onder resultaat verstaan. Cijfers worden momenteel als belangrijke indicator gehanteerd. Maar wat zeggen deze cijfers nou eigenlijk precies? Ik wil graag een tweetal voorbeelden met u delen, om vervolgens vast te stellen wat in het oude en het nieuwe denken als resultaat wordt gedefinieerd. Het eerste voorbeeld gaat over de criminele inlichtingeneenheid, een afdeling die heimelijk informatie inwint ter ondersteuning van de opsporing. Deze eenheid levert nooit strafrechtelijk bewijs, maar wel essentiële start- of sturingsinformatie in een rechercheonderzoek. Als er bij de CI informatie binnenkomt dat de ene crimineel de ander om wil leggen, of ik bedoel, om het leven wil brengen, dan zal deze eenheid dat trachten te voorkomen. Zij grijpt vroegtijdig in om de uitvoering van strafbare handelingen te voorkomen of te verstoren. Maar hoe kan dit nou als herkenbaar effect worden gedefinieerd? Een ander voorbeeld gaat over meldmisdaad anoniem. Een meldlijn waar burgers anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Burgers ervaren dat deze meldlijn direct bijdraagt aan de veiligheid in hun eigen omgeving. Het lectoraat heeft onlangs in samenwerking met anderen een onderzoek afgerond naar de bijdrage van M-meldingen aan de opsporing. De gevoelswaarde van deze meldingen is groot, ook bij de politie. De actieve waarde daarentegen lijkt minder goed uit de politiedossiers naar voren te komen. In 11,5% speelden de M-meldingen een rol. En in 3% van de onderzochte zaken kon het positieve resultaat direct worden gekoppeld aan de melding. Afhankelijk hoe de relatie tussen gevoelswaarde en harde resultaten wordt afgewogen, kunnen deze resultaten als positief of minder positief worden gelabeld. Wat is volgens u in deze voorbeelden het effect, CQ-resultaat van de geleverde inspanning? Deze vraag zult u anders beantwoorden vanuit respectievelijk het oude en het nieuwe denken. In het oude denken staan vooral de dader en de directe bijdrage aan de oplossing van de zaak centraal. De strafrechtelijke effecten in mijn voorbeelden zijn heel beperkt. Dus u zou tot de conclusie kunnen komen dat het resultaat van deze voorbeelden beperkt is.
In het nieuwe denken daarentegen is een opsporingsonderzoek niet enkel gericht op de oplossing van de zaak, dus de output, maar ook op het effect dat de interventie heeft, dus de outcome. Dit betekent dat niet alleen zaaksgericht, maar breder wordt gekeken en gedacht. Het voorkomen, verstoren of zelfs beïnvloeden van criminaliteit telt daarbij als een duidelijke, maar lastig inzichtelijk te maken effect. Dat geldt ook voor het vertrouwen van burgers. Het gaat om het sorteren van een breder, blijvend effect op de samenleving. Vanuit criminaliteitsbeheersing gedacht dient de verhouding tussen reactief en proactief drastisch te worden gewijzigd. Alleen redeneren vanuit het aantal gevangen boeven past dan ook niet meer in deze doelstelling om te komen tot een duurzame oplossing voor veiligheidsproblemen. Het nieuwe werken vereist overigens ook vakmanschap van de professional om meer in netwerken te opereren. Dat vraagt om het verleggen van de focus van incidentele contacten met burgers en organisaties naar het aangaan van structurele relaties. Het vereist ook dat de politie en het Openbaar Ministerie veel meer dan nu het geval is bereid zijn om informatie te delen met andere organisaties. Vanuit het lectoraat heeft het benoemen van effecten de aandacht. Tot nu toe wordt de politie vaak in een defensieve positie gemanoeuvreerd wanneer zij zich verantwoordt over geleverde prestaties. Het lectoraat gaat meedenken over de ontwikkeling van nieuwe benaderingen om effecten van politie en partners beter inzichtelijk te maken. Het onlangs gestarte project over ophelderingspercentages bij woninginbraken is daar een mooi voorbeeld van. Terug naar de start van Marene, de casus brandstichting, waar alle ogen vol verwachting op de politie zijn gericht. Ik sloot af met 3 vragen. Is het terecht dat de politie in deze casus de probleemeigenaar is? Zijn andere aanpakken niet beter passend? En welke rol kunnen andere instanties daarbij hebben? De eerste conclusie die ik wil trekken betreft de sterke focus op de dader in deze casus. Natuurlijk is het belangrijk om de dader uiteindelijk te pakken. Maar de andere partijen die hun verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen, kijken nu ook vol verwachting naar de politie. Door deze focus lijkt het zicht op achterliggende vraagstukken vertroebeld te worden. In het oude denken stond de dader centraal. Maar in het nieuwe denken is een verbreding van deze klassieke beperking nodig. De tweede conclusie is dat als gevolg van de toenemende maatschappelijke onrust de situatie zou kunnen escaleren en er een crisissituatie zou kunnen ontstaan. Dat moet voorkomen worden. Maar is de politie hiervoor nou de meest geëigende partij? Wellicht in het oude denken, maar in het nieuwe denken staat het veiligheidsprobleem centraal. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat het openbare lokale bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en de regiefunctie vervult. Vervolgens kan in gezamenlijk overleg met de andere partijen worden bepaald wat de verdere strategieën zijn. De derde conclusie heeft betrekking op de aanpak om escalatie te voorkomen in de verschillende partijen hun verantwoordelijkheid te nemen. Co-creatie kan hier een uitkomst bieden. Er zijn diverse preventieve, directe en toekomstgerichte acties denkbaar. Ter preventie kunnen burgers bijvoorbeeld huisdieren nemen, bewegingssensoren of camera's plaatsen op hun erf. Een directe actie is dat de burgemeester in samenwerking met de politie een bijeenkomst organiseert om burgers te informeren, maar ook om burgers te mobiliseren. Burgers zijn immers niet alleen slachtoffer, maar mede verantwoordelijk voor de veiligheid in hun eigen woonomgeving. Buurtpreventie helpt om de pakkans van de dader te vergroten. En de gemeente, die kan direct actie ondernemen door het plaatsen van camera's en te zorgen voor een betere verlichting. Verder zijn andere acties denkbaar, waarbij rietfabrikanten, brandweer, verzekering en private partijen een taak op zich zouden kunnen nemen. Een voorbeeld van een toekomstgerichte actie is dat de gemeente vanaf heden alleen nog maar bouwvergunningen verstrekt voor rieten daken met een brandweerende strip. Samenvattend, de aanpak wordt in het kader van criminaliteitsbeheersing breder, creatiever en meer gericht op de lange termijn oplossing. De vierde conclusie is dat er ook een oriëntatie moet zijn op het vakmanschap en de professionele weerbaarheid. In het oude denken was daar beperkt aandacht voor.
In het nieuwe denken is daar wel expliciet aandacht voor. Terugkomend op de vragen. Nee, het ligt niet voor de hand dat de politie de probleemeigenaar is in deze casus. En ja, andere aanpakken zouden beter passend zijn. En die hebben naar verwachting ook meer effect. En welke rol kunnen andere instanties hebben? Uitgaande van het gestelde doel zou het lokale bestuur de regie moeten pakken. Als probleemeigenaar bepaalt zij vervolgens in samenwerking met burgers, politie en private partijen wat de andere strategieën zijn. Deze casus illustreert een verschuiving van het oude denken in de opsporing naar het nieuwe denken in de criminaliteitsbeheersing. Daarbij is veiligheid een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid van overheid, burgers en partners. Proactiviteit, synergie tussen de verschillende politieprocessen en structurele oplossingen staan centraal. Criminaliteitsbeheersing is fundamenteel anders denken. De belangrijkste conclusies van mijn reden hebben betrekking op de interne, externe samenwerking en effecten. Ten eerste, stop de verzuiling tussen de politieprocessen. Ten tweede, zorg voor een betere afstemming tussen de partners. De derde, ga naar co-creatie met BBB, burgers, bestuur en bedrijven. Vier, zet de lange termijn effecten centraal. En tot slot, zorg en aandacht voor de professional zijn belangrijk. En hiermee komen we aan het laatste onderwerp van mijn reden. Wat gaat het lectoraat hierin betekenen? Het lectoraat bestaat inmiddels 7 jaar. De voormalige lector, Peter Klerks, heeft het fundament gelegd. Bij de doorstart van een bestaand lectoraat kan worden overwogen of een naamswijziging op zijn plaats is. Nou, na mijn gevoerde betoog zult u begrijpen dat ik niet kies voor een naamswijziging. Integendeel. Ik houd vast aan de bestaande naam van criminaliteitsbeheersing en recherchekunde. Het tweede deel van de naam laat zien dat er een verbinding is met de rechercheprofessie en de professional zelf. Ik maak me eerlijk gezegd zorgen om de recherche. De recherche wordt de laatste jaren met veel ontwikkelingen geconfronteerd. Kampt al jaren met een vraagoverschot, door sommigen capaciteitstekort genoemd. En de gemiddelde hoge leeftijd zorgt op de korte termijn voor een grote uitstroom. Daarmee neemt de vraag naar expertise op het gebied van fraude en cybercrime alleen maar toe. Ook worden rechercheurs regelmatig geconfronteerd met mentaal belastende situaties. Zij krijgen immers te maken met daders en slachtoffers van moord, verkrachting en kinderporno. Het versterken van de professionele weerbaarheid staat hoog op de agenda van de Nederlandse politie. Wat wil ik de komende jaren gaan doen? De 5 strategische implicaties van criminaliteitsbeheersing zijn de focus van mijn onderzoeksprogramma. De promotieonderzoekers die ik begeleid vormen wat dat betreft de speerpunten van het programma. Het mooie van deze trajecten is dat ze 4 jaar doorlopen en dat de wetenschap expliciet wordt benoemd en benut voor de toepassing in de praktijk. De doorwerking van kennis naar de politiepraktijk is immers een van de kerntaken van het lectoraat. Daarnaast is het lectoraat bij talloze andere onderzoeksprojecten betrokken. Een deel daarvan heeft u in mijn reden kunnen horen. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking op deze projecten het mogelijk maakt de kennis die wordt opgedaan in ons onderzoeksprogramma te borgen, verspreiden en implementeren in de praktijk en in het onderwijs. Een uitgebreid onderzoeksprogramma als dit kan een lectoraat natuurlijk niet alleen uitvoeren. Ik hoop dan ook op een prettige samenwerking met de collega-lectoren, wetenschappers, docenten, studenten, de politiepraktijk en andere partners, dat die kan worden verdiept en verder kan worden versterkt. Tot slot wil ik nog enkele woorden van dank uitspreken. Daarbij wil ik beginnen met het college van bestuur van de politieacademie. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik vind het een eer om dit mooie lectoraat invulling te mogen geven. Verder had ik hier niet kunnen staan zonder hulp en steun vanuit de politiepraktijk in het algemeen en de recherche specifiek. Jullie mening, ervaring en ideeën zijn onmisbaar voor onderzoek. Het was en is nog steeds geweldig om kennis te nemen van jullie ervaringen. De passie die jullie voor het werk hebben, intrigeert me telkens weer. Slechts een klein deel van de onderzoeken die het lectoraat verricht worden uit eigen middelen gefinancierd. Voor de andere onderzoeksprojecten zijn we afhankelijk van opdrachtgevers en financiers.
Speciale dank aan hen. De verbinding met de wetenschap komt onder andere tot uiting in de promotietrajecten die ik in samenwerking uitvoer met hooggeleerde collega's Martin Euwema, Wouter Stol, Petrus van Duinen, Thijs Kooijmans, Marco van Ekelen en Evert Stamhuis. Verschillende mensen met verschillende achtergronden en invalshoeken. Bijzonder en inspirerend om met jullie allen samen te werken. Sinds 9 jaar neem ik deel aan security sessies. Die worden bezocht door mensen uit de publieke, maar vooral uit de private sector. Diverse malen heb ik mensen mogen inzetten bij onderzoeken van het lectoraat. Dank voor jullie medewerking. Speciale dank voor Jan van Toorn, onder wiens bezielende leiding deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Het is altijd weer een feest om bij deze sessies aanwezig te zijn. Verder nog enkele woorden van dank aan collega's en voormalig collega's van de afdeling Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling. Speciaal voor hun vertrouwen en de steun van Erika de Heus, Jan Struis, Peter van Os en Peter Klerks. Collega-lectoren, mooi om te zien dat de bundeling van krachten steeds meer vorm begint te krijgen. En dat we steeds meer gezamenlijk optrekken in verschillende onderzoekstrajecten. Noemenswaardig is dat Otto Adang me in 2001 introduceerde bij de politieacademie. Otto, ik ben nog steeds blij dat ik toen... Dat staat er niet hoor, het staat er niet. Ik ben nog steeds blij dat ik toen op je uitnodiging voor een gesprek ben ingegaan. Ook wil ik alle mensen die hebben geholpen met de voorbereiding van deze mooie dag bedanken. Een speciaal woord voor mijn zusje Ariane Kop. Voorts gaat mijn dank uit naar de promotieonderzoekers en teamleden van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde. Wat een club leuke, deskundige en enthousiaste mensen. Alan, Walter, Henk, Mariette, Ronald, Sanne, Renate, Rutger, Jan, Willem, de nieuwe programmamanager. En natuurlijk Monique Wilting, wat bof ik met jullie. Ik hoop dat jullie nog lang aan mijn zijde zullen zijn. Mijn ouders, familie en vrienden, dank voor jullie begrip en medeleven. Ik weet dat jullie vreselijk trots op me zijn dat ik hier sta. Het combineren van een gezin, een fulltime job en een sociaal leven vraagt om flexibiliteit van de mensen om je heen. Daarom wil ik tot slot mijn allerliefste schatten, Ronald, Mike en Rohan, bedanken. Mike en Rohan, wat ben ik trots dat jullie hier vandaag zijn. Van jullie enthousiasme en nieuwsgierigheid krijg ik volop energie. En ik weet zeker dat jullie die uniformen in de zaal ontzettend mooi en indrukwekkend vinden. Geniet ervan. En Ronald, mijn onvoorwaardelijke steun en toeverlaat. Dank voor je vertrouwen, je geduld, flexibiliteit en liefdevolle aandacht. Ik heb gezegd.